Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een LSM Limited Series Models uit België. Het gaat hier om een SBB CFF slaaptrein uit 1997. Ik denk niet dat het met treinen zo is als met wijn en sommige bier. Dat hoe langer je laat staan, hoe beter ze worden. Maar toch. Ik weet niet heel veel van LSM. Ik weet alleen wel dat dit dus een Rivarossi rijtuig is. Wat aangepast is. Waarschijnlijk bestickerd. Door LSM. En volgens verkocht is. Ik weet niet wat er precies nog meer mee gebeurd is. Er zit hier in ieder geval een routekaartje bij, een kaartje voor waar je naartoe kunt. Dit is ontzettend klein, eens kijken. Er staat in ieder geval op de rit Amsterdam naar Zwitserland, ergens, ik denk. Hoeveel kan die camera scherp stellen? Ja, dat lukt niet meer. Ja, goed. Die routekaart kan er nog op. De onderdelen zitten er nog bij. Wat overeenkomt, denk ik, met dit lijstje. Waar alles moet en mag en kan. En de trein begon zelf. Aan één kant zitten alle deurtjes. En ik herken dit wel van mijn reis naar Zwitserland en Oostenrijk dit jaar. Deze deurtjes. En die kleur in ieder geval van die kleurtjes. En dan zou hier de cabine moeten zitten van de conducteur. Of de bediening of de meneer van de hele trein. Eén deur hier en één deur hier. Want aan de andere kant zat geen deur vanwege de toilet en de douche die daar zat. Maar dan kon je wel doorlopen naar de volgende bak toe waar je weer uit kon stappen. En binnenin zie ik in ieder geval twee uitgeklapte bedden. Hier een en daar een. Het is een beetje lastig met het tegenlicht. En een aantal banken en stoeltjes die hier ook in zitten. En nu vraag ik me af, welk deel is hier nu door LSM gedaan? Is dat de bestikkering, alleen de bestikkering? Ik denk dat het wel zeker de bestikkering is. Maar misschien dus ook iets aan het interieur. En wat was het originele Rivarossi MU-model? Zo. Dat is iets wat ik natuurlijk van tevoren uit had kunnen zoeken. Maar research doen is niet een van mijn sterkste punten. Dus mocht iemand het weten, laat het mij even weten en zet het in de comments. Deze slaaptrein. Mijn bedoeling is om met mijn Trax-locomotief en nog wat meer slaaptreinwagons die ik heb, een mooie lange slaaptrein te gaan bouwen. En ik denk dat ik al een heel eind ben. En dan het liefste degene die ik naar Zwitserland had, aangezien die goed lang was toen die uit Nederland vertrok. Een deel is daar afgesplitst of niet verder gereden, maar ik denk dat ik daar inderdaad wel een heel eind mee ga komen. Ook met die Duitse baanmodellen die ik een tijd terug al heb laten zien. En deze gaat daar ook onderdeel van maken. Ik vind het een mooi gedetailleerd interieur in ieder geval. En ik heb nog niet gedurfd om open te maken. En als ik zo kijk, denk ik ook niet dat dat nodig is. Er zal geen stroompick-up op zitten. Als die erop zit, hebben ze die heel goed weggewerkt. Maar het lijkt me sterk, dus ik denk niet dat deze interieurverlichting heeft.
Ja, wie heeft er nou zijn lamp aan als hij 's nachts in het trein aan het slapen is? Maar goed, ik zal even vlug kijken. Ik heb hier dan toch mijn rondbank. Zo, nee, er zit geen interieurverlichting in, zoals ik al dacht. Geen stroompick-up ook dus. Maar wel leuk, mooi ding. En ik ben benieuwd, mocht iemand meer weten over wat nou die Limited zo Series Model deed als toevoeging aan deze modellen. Dan hoor ik het graag. Misschien heeft hij nog een mooie website daarvan. Voor nu gaat deze nog terug in zijn doos en in zijn verpakking. Want mijn baan kan ik nog niet meer rijden. Het werk vordert aardig. Zo, maar er is één bocht. En één aansluiting van een bocht op een stuk rails. En die is te slecht. Daar ontspoort te veel. Dus die moet ik helemaal los gaan pielen en peuteren. En even een andere bocht of een ander rechtstuk daar aanleggen. Zodat het soepeltjes gaat daar. Maar dat is een klus op zich. En tot die tijd zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. En hopelijk binnenkort. Zie ik je opnieuw.